Zondag 10 april 2022. Hierbij alsnog de gecensureerde filmopname ten behoeve van de Poolse Nationale Televisie, gemaakt in oktober 2018. Jeugdzorg is geen zorg, jeugdzorg is terreur. Het is een onderdeel van het staatsmaffia-praktijkensysteem om het volk te depopuleren. Rechtspraak is een vorm van tenniscourt. Deze tenniscourt oath is in 1789 op 20 juni bekokstoofd door gay-satanische loge-leden om de mensheid als slaven te houden en met name vrouwen en kinderen te kunnen blijven onderdrukken. Zeker gezien kindoffers en kinderhandel het grootste pressiemiddel is onder loge-leden. De concrete tekst. We zweren ons nooit af te scheiden van de nationale vergadering, oftewel parlement, afgeleid van parler en mentir, oftewel pratend liegen in het Frans. En deze bedoelt de Staten-Generaal. We zweren ons nooit af te scheiden van de nationale vergadering en opnieuw samen te komen waar de omstandigheden dit vereisen, totdat de grondwet van het Rijk is opgesteld en op solide fundamenten is bevestigd. Dus de tenniscourt, let dadelijk ook op de fascistische armgebaren en de vrijmetselaarshand, betreft theater. Vrijmetselaarstheater, ter zelfverrijking. Toen ook al. Eén grote nepzooi van zelfverrijkende, parasiterend op echte mensen. Hen van alles ontnemend en op basis van bedrog, kinderen en vrouwen onterend. De scheiding der machten is niet bestaand. Het bedrijft vrijmetselaars, vrienden. In 3 sets tennis wordt elke niet-vrijmetselaar, oftewel echt mens, van zijn gouden bal. Terwijl tennisbal staat representatief voor goud, zijn geld, bezittingen, kinderen, huis en bestaansrecht beroofd. Door loge-leden voor loge-leden. 3 sets. 6-6-6. 6-0 door rechtbanken. 6-0 door Hof van Justitie, oftewel hoger beroep. 6-0 door de Hoge Raad. Als je 55 rechtszaken courtfixing meemaakt binnen 6 jaar, ooit recht studeerde, alles zelf aantoonde als bedrog en je zittingen nog eens naluistert, nog afgezien van onthouden worden van elk mensenrecht en onbeperkte terreur tegen jou als persoon en van intussen 195 strafbare feiten tegen jou gepleegd, geen aangifte mag doen, dan doorzie je en snap je het hele complete Black Magic corruptief vrijmetselaarstheater. Een circustheater. En al helemaal als je tennisspelletje begrijpt en speelt. Gewoon één groot spel vriendentheater om echte mensen, wel echte zielen, te onderdrukken, te martelen, leeg te chasen en keihard voor de gek te houden. Tenniscourt. Tenez le tribunal. Tenez in het Frans is grijpen, oftewel houden. Grijp die bal, houd die bal, houd dat goud binnen de club, net zolang totdat de tennisbal versleten is. Totdat hem geroofd hebben. Advocaten, rechters, notarissen, gerechtsdeurwaarders, jeugdzorgbestuurders, bewindvoerders, dekens, politietop, officieren van justitie, vrijmetselaars. Een spelletje tennis spelende in 3 sets acteerwerk. Ons berovend van alles. In naam van de koning. Parasieten, anderen van alles dierbaar en van alle levensenergie rovend. Dat moet dus ten goede worden gemetamorfoseerd door het gedoogbeleid kinderhandel te elimineren en een einde te maken aan kindermisbruik. Hetgeen het eeuwenlange middel is der satanistenvrienden, elkaar te bevoordelen en misdaad, misdrijf, machtsmisbruik voor elkaar, door elkaar te vergoeilijken. Laten we nu eindelijk gewoon even beschaafd gaan doen en echte rechtspraak gaan introduceren. En alle gay satanische kleuters en andere machtsmisbruikers hun ballen kaal scheren. Game, set, match. Super tiebreak is noodzaak in order of love and humanity. Oké, okay, begin van de eerste vraag. Waarom Nederlandse mensen denken over Poolse nationaliteit in Nederland, dat zijn die mensen veel gedronken en veel gebruiken van narcotiek? Nou ja, ik denk daar niet zo over, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat elk land een bepaald stigma heeft over bepaalde mensen uit een ander land. Zoals Nederlanders bekend zijn bij New Yorkers, bij Italianen, bij Engelsen als drugsgebruikers of klompen. En waar je overal wiet kan krijgen en
daarmee los kan gaan. Oké. Okay. En ik denk dat de meeste mensen geen wiet hebben gewoond in Nederland, althans een klein percentage. Ja, dat is iets anders. Maar over die slechte informatie over Poolse mensen en nagedacht Nederlandse mensen over Polen, had die situatie over meenemen kinderen van familie naar uithuisplaatsing. En waarom gaat een van de mensen informatie gaat over buitenlands mensen, niet alleen Poolse, maar ook buitenlands. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat dat die had die recht is niet echt democratisch? Dat gaat met één woord kan kinderen kwijt zijn. Ja, dat is schandalig en dat is niet alleen bij Poolse mensen zo, dat is niet bij alleen Turkse en Marokkaanse, maar ook bij heel veel Nederlandse gezinnen zo. Mm. En onze democratie zou gehuisvest moeten zijn op de trias politica, en dat is de driedeling der macht. De uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de bestuurlijke macht. En daarvan is in dit land geen sprake meer, wat mij betreft. Okay, waarmee maar dus ook gewoon middels belangenverstrengeling tussen die drie machten elk argument kan worden verzonnen om kinderen uit huis te plaatsen, wat ook internationaal inmiddels bekend is, gezien er een artikel bekend is over van de New York Times, Sharp Price of Dutch Kids in Youth Care. Dat blijkt het zo te zijn dat Nederland het hoogste percentage uit huisplaatsingen, oftewel betutteling van door de staat en de moeizucht van de staat heeft en daarmee kinderen gewoon bij mensen weghaalt en daarmee levens kapot maakt, okay, van kinderen als ouders. Oké, okay, dat begrijp ik. Dat gaat over buitenlandse krant opschrijven over uitgeheidsplaatsing. Maar over dezelfde situatie in Nederlandse krant, is hetzelfde of niet? Dat bij Nederlandse hoofdkranten, zeg maar, is ook die situatie opgeschreven in de krant of niet? Nee, er wordt bijna geen aandacht aan besteed. En de grondslag daaraan is, wat mij betreft, is dat een soort van censuur door de staat. En dat is van gemeentelijk niveau tot regionaal niveau, maar ook tot het politieke, landelijke niveau. En daarmee refereer ik weer aan die niet meer zijnde, niet meer bestaande scheiding der machten. Die scheiding der machten is er niet meer. Er is de uitvoerende macht die maakt, die heeft gewoon vriendjes bij de politieke macht. En dat gaat sinds de transities jeugdzorg, gaat dat in dit geval in elk perspectief de verkeerde kant uit. Dus dat wil zeggen dat als, in een specifiek geval is het zo dat jeugdzorg gedetacheerd zit bij WMO in bij bepaalde gemeentes. Oké. Okay. Yeah, als je dan sociale wijkteams noemen ze dat, hè? Veiligheidsteams, sociale wijkteams. Daar zit dan politie in, daar zit dan jeugdzorg in, daar zit WMO in. Dan wordt dan een keer gevraagd om daar een actiedeel na te nemen waar niet naar geluisterd wordt. En daarmee kan gewoon bepaald worden dat aangiftes van mensen, dat daar niks mee gedaan wordt. Je mag geen aangifte indienen tegen een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie kan wel zeggen dat jij bepaalde uitlatingen niet mag doen. Dus als jij een klacht hebt over jeugdzorg, dan wordt daar niks mee gedaan. Ook al zijn er grondverklaarde klachten enzovoort. Er wordt niks mee gedaan. Nee, dan kan je een proces aan je boek krijgen dat jij gewoon niks had mogen zeggen over die overheidsinstanties. Oké, okay, ja, en dat mensen kan niet zeggen over jeugdzorg niks zeggen, maar andersom wel. Ja, andersom wel, ja. Sterker nog, er zijn mensen die door jeugdzorg in samenspraak met GGZ opgesloten worden als moeder die, ik heb daar een direct voorbeeld van een dame die slachtoffer was van huiselijk geweld en die in samenspraak met de gemeentelijke organisatie werd opgesloten in de GGZ-kliniek puur en alleen omdat zij om hulp vroeg en die hulp tegen haar gebruikt werd. En dan hebben we op dit moment in Nederland een wet die eigenlijk tegen privacy schending operatief of functioneel zou moeten zijn. En die wordt in elk opzicht overschreden. Dus er worden gewoon medische dossiers worden over en weer
gewisseld door jeugdzorg en WMO. Op het moment dat iemand hulp zoekt bij de politie, dan wordt daar gewoon met een aangifte niks mee gedaan. Ik veronderstel dat daar geen verdienmodel in zit, dus dat daar gewoon geen belang is in het helpen van mensen die om hulp zoeken. Dat er meer belang is in het, in het verdienmodel jeugdzorg. Ja? Okay. Maar over institutie jeugdzorg. Waarom gaat zo makkelijk jeugdzorg kan meenemen kinderen en uitscheidingsplaatsing? Ja, dat is een goede vraag. Het is het meest waanzinnige wat er is. Nogmaals, we staan bovenaan in de lijst van wereldwijd uit huis geplaatste kinderen. Maar ja. Oké. En dat betekent dus zo dat, want ik heb nog geen jeugdzorgmedewerker meegemaakt die vader of moeder was. Dat betekent dus dat mensen die nooit enige ervaring op hebben gedaan met kinderen, dat die gewoon kunnen bepalen in samenspraak met hun regiomanager of met hun vestigingsmanager dat kinderen gewoon weggehaald worden bij ouders, omdat daar aan verdiend kan worden. En een uithuisplaatsing en een OTS, onder toezichtstelling van de staat, wordt gewoon tienduizenden tot een ton per jaar verdiend per kind. Maar die institutie, jeugdzorg, dit is geen institutie, maar decisie over uithuisplaatsing maakt medewerker. Maakt niet uit. Nee, die maakt de rechter. In concreto is het zo dat de rechter dus een handtekening moet zetten onder de uithuisplaatsing, maar dat de rechter plakkeloos uitgaat, dan heb ik het over de lagere rechtbank, die gaat plakkeloos uit van de woorden van een jeugdzorgmedewerker. Ja, en die gaat niet uit van de woorden van bijvoorbeeld van een arts of van een specialist. Nee, die woorden van de jeugdzorgmedewerker die staan daar boven. Oké, als eerste zeg maar informatie en niet gekeken naar andere informatie over van de dokter of van andere institutie. Alleen belangrijke informatie voor de recht is informatie van van de jeugdzorgmedewerker of van de buren of van een ex die op kwaad uit is, of wat dan ook, kan gewoon een kind uit huis geplaatst worden, ja? Ja, maar dat is een beetje vreemd als ex, zeg maar, niet goed gaat met die vrouw, kan zeggen alles wat hij wil, en niemand gaat controle doen van deze informatie. Dat is een beetje vreemd. Ja, dat is zwak uitgevoerd, ja. En waar zijn die democratie? De democratie in Nederland is weg. In de tijd dat ik VWO deed en maatschappijleer in mijn vak had als eindexamenvak, toen heb ik iets geleerd waarvan in Nederland überhaupt geen sprake meer is. Die triad politica die bestaat niet meer. Onze grondbeginselen van de democratie, wij zouden hier in Nederland de democratie zijn met iedereen gelijke rechten, maar die is weg. Ja, dat is geen democratie. Dat is mijn vraag. Hoe kan die kinderen van uithuisplaatsing terugkrijgen naar de familie? En hoe lang duurt die procedure van die hele procedure van uithuisplaatsing? En hoe duurt lang? Dat is belangrijk. Nou, de kinderen die zijn in een kwartier uit huis geplaatst. Ja. Op basis van bedrog, leugens, manipulatie of wat dan ook. En ik heb 17 rechtszaken in 2 jaar achter de rug. Waarin het enige belang is het verlengen van een OTS-beschikking waar geld verdiend wordt. Er wordt niet gekeken naar de belangen van ouders, er wordt niet gekeken naar de belangen van kinderen, sterker nog, die worden tegengewerkt. Ook al is er sprake van, in specifieke gevallen van gewoon complete rectificatie van onkunde door jeugdzorg zelf. Men werkt niet aan verbetering, men erkent geen klachten en men erkent geen fouten die ze gemaakt hebben. Het gaat niet om de kinderen, het belang van de kinderen, het gaat om het belang van de instelling zelf, de gecertificeerde instelling. Hè, want het is een gecertificeerde instelling die dan uiteindelijk door het systeem wordt aangewezen als, als tool van de rechtbank om onder toezichtstelling van de staat te kunnen rechtvaardigen. Okay. Dat meenemen kinderen kan zo snel als in een kwartier, maar hoe lang duurt dat hij kan terugkrijgen de kinderen naar huis? Nou, ik ben bang dat dat in veel gevallen tot 18e jaar kan gaan duren, puur en alleen omdat er een verdienmodel is in dit systeem waarbij het van belang is dat een beschikking
van uithuisplaatsing, van ontoestelling, alsmaar verlengd wordt, omdat zowel jeugdzorg als de staat, want de rechtbank daaraan verdient. Want er wordt niet gekeken naar oplossingen, er wordt alleen maar gekeken naar modellen uit de jaren 60, 70, waarbij kinderen op een bepaalde manier zouden moeten worden opgevoed die helemaal niet meer van deze tijd. Wat moet die manier zeg maar, terugkrijgen, zeg maar, die manier van het model van 60 of 70, waarom is het niet veranderd tot nu toe? Omdat, zeg maar, ik denk omdat de rechtspraak achter de feiten aanloopt. Hè? Want er is een digitalisering geweest, er is met privacy nu, maar alles loopt achter de feiten aan. En ook denk ik dat, tenminste wat ik heb geconstateerd, is dat er bijna geen jurisprudentie wordt geschreven. Ja, maar... En dus dat rechters gewoon bijna niet durven te zeggen, dit klopt niet. Ja, afgezien daarvan, jeugdzorg heeft een directe lijn met de rechtbank. Dus als jeugdzorg belt naar de rechtbank, zus en zo is het geval, dan is dat zo. Ondanks dat het dan op basis van bedrog, manipulatie of leugens is, wat zelfs dan aangetoond is, maar, dan wordt daar niets mee gedaan. Als het goed is, die rechtbank moet zijn ook achter de mensen staan, niet alleen bij de jeugdzorg, ja. Omdat moet alle kanten goed geluisterd zijn door ja. Familie, vader, moeder, buurman, ja. Zeg maar, niet alleen jeugdzorg. Waarom die decisie van jeugdzorg is meer belangrijk dan de andere kant van informatie wat komt bij de rechtbank? Stop. Naar die kant. Ja. Sorry. ik hang er wel een okay, beetje. Stop. Now you cannot. Yes. Ja. Oké. Okay. Nou kan antwoord geven. Ik ben jouw vraag vergeten. waarom zeg maar rechtbank lijst als eerste jeugdzorg? Niet naar andere zeg maar, informatie wat krijg van familie, van vader, moeder, buurman en zo. Alleen belangrijke informatie voor de rechtbank is de jeugdzorg. Omdat de jeugdzorg de gecertificeerde instelling is die door de rechtbank als verlengstuk van de rechtbank is ingesteld. He, want men verdient aan elkaar. Okay. Dus dan is het niet wetenschappelijk om dan de een en ander okay. af te vallen. Die gaat over de rechter, hopelijk ja. wel, maar ja, weet je, ik heb meegemaakt dat er gewoon klakkeloos uit wordt gegaan van een verhaal van jeugdzorgmedewerker, waar wordt gezegd van de huisarts vindt dat de kinderen dit en dat, terwijl die huisarts gewoon glashard zegt dat nooit gezegd is door hem. Het wordt dan gewoon verteld, het sociale wijkteam enzovoort enzovoort. Er zit dan de gemeente in, er zit jeugdzorg in, er zit de politie in. Die vinden dat. Nou ja, een belang van een huisarts of van een specialist is daarin niet belangrijk. En op het moment dat je daar dan iets van zegt, dan verzint jeugdzorg psychische klachten bij. En dan gooien ze het daarop. Ja. En als zeg je over die democratie, over de rechtbank en driedeling van de macht. Hoeveel mensen ken jij of hoeveel mensen heb je gehoord dat was kinderen uithuisplaatsing? Er zijn tienduizenden kinderen en ouders benadeeld in dit land, zo niet honderdduizend. Ja. Ja, maar dat is echt een landelijk probleem. Ja, het is een landelijk probleem, ja. En okay, als... de controleorganen, want je hebt dan op het moment dat jij ergens niet mee eens bent, dan kan je een klacht indienen. Nou, en als die dan ingediend is, dan kan je heel erg lang wachten voordat er iets mee gedaan wordt. In de tussentijd kan zo'n jeugdzorginstelling jou als ouder benadelen, want ze zijn niet blij met jou omdat jij een klacht in hebt gediend. Ik ken voorbeelden dat er een klacht is ingediend waarvan werd gezegd dat die niet ontvankelijk kon worden verklaard, omdat er sprake was van, er was een klacht liggen voor de rechtbank door een jeugdzorgwerker, die werd niet ontvankelijk verklaard, omdat de jeugdzorginstelling niet zichzelf verantwoordelijk achtte voor gedragingen van de jeugdzorgwerker voor de rechtbank. Vervolgens is er interventie geweest bij de ombudsman, de klacht werd alsnog ontvankelijk verklaard. Op dat moment zou een jeugdzorgmedewerker in mei 2017 vervangen zijn. Die bleef zitten, want er was niemand anders of men had gewoon geen zin om iemand te vervangen. Uiteindelijk is die in november pas vervangen en heeft hij heel veel schade aangericht aan, nou ja, aan de ouders, zowel als aan de kinderen in zaken zijn acteren. De klacht is grotendeels gegrond verklaard, nalatigheid, liever voor de rechtbank. De jeugdzorgmedewerker is weg,
komt een nieuwe jeugdzorgmedewerker en die verandert plan van aanpak 100% in stellingname enzovoort, waardoor, ja. Dus je hebt uitvoerende, of je hebt het controleorgaan van jeugdzorg, je hebt een klachtencommissie. Ik heb meegemaakt dat de klachtencommissie dezelfde secretaresse heeft als de jeugdzorginstelling zelf. Okay, dus dat betekent dat je een klacht indient tegen iemand die dezelfde secretaresse heeft als die... Maar Aske heeft gezegd dat is een landelijk probleem. Dat is 10.000 kinderen in uitkijksplaatsing. Ja. Waarom die regering niks doet mee? En dat is 10.000 of meer mensen wat zijn uitkijksplaatsing van kinderen. Waarom doet de regering helemaal niks met die situatie? De zorg is een van de grootste kostenposten, maar ook een van de grootste inkomstenbronnen daarmee tegelijkertijd. Dus de begroting is in een bepaald jaar is die 82,2 miljard geweest. En als je dan ziet waar de grootste bedragen naar gaan, dan is dat niet direct aan de zorg en de belangen van de kinderen, maar dan gaan de grootste bedragen naar het management, naar de juristen die het management en de failures van jeugdzorg behartigen. En dus inderdaad naar de juristen die de jeugdzorgmedewerker aansporen om dit en dat en zus en zo naar de rechtbank te verkondigen, opdat een beschikking maar verlengd wordt. Of een uithuisplaatsing gerechtvaardigd wordt. Als ik goed begrijp, dat gaat meestal over geen democratie en het gaat over geld. Het gaat over geld. Ja, het gaat maar, niet voor, de jeugdzorg is er niet om kinderen te helpen, de jeugdzorg is er alleen maar om zichzelf in stand te houden. Ja, maar dat is in heel Europa, bij de stad met United Europa, daar moet de echte regering staan achter mensen, niet achter over geld, over institutie. En dat is een beetje een vreemde situatie. Ja, dat is het. En dat is 10.000 of meer kinderuitkijksplaatsing. Dat is voor mij echt een vreemde situatie. Ja. Ik kan niet begrijpen. En wat ik heb gehoord en gelezen op de... Het is vreselijk. Mensen worden kapot gemaakt. Kinderen worden gewoon benadeeld door de gang van zaken door jeugdzorg in Nederland. Ja. Mm-hmm. En als je er iets van zegt, dan krijg je dus een aangifte aan je broek. Mm-hmm. En ik heb ook gelezen dat veel buitenlandse kinderen zijn uitkijksplaatsing. En hier komt een beetje een probleem of een vreemde situatie ook, dat die uitkijksplaatsing kinderen uit buitenlandse familie, wat spreekt alleen een eigen taal, ja, en gaat naar een Nederlandse familie of uitkijksplaatsing of institutie, en die kinderen kan niet goed communicatie geven met nieuwe zeg maar, ouders. Maar dat is sowieso waanzinnig. Het is schandalig zo als kinderen bij ouders worden weggehaald en dan vervolgens in instellingen terechtkomen waar ze nog meer benadeeld worden dan dat ze bij de ouders blijven, in welke situatie dan ook. Mm. Kinderen horen bij de ouders te blijven. Er moet gekeken worden naar oplossingen binnen het gezin, niet om ze uit huis te plaatsen, in welke zin dan ook. Ik heb ook gelezen op informatie dat onze Poolse ambassade, consul, heeft ook een beetje informatie over, maar niet gemaakt. Dat begrijp ik nog steeds niet waarom zijn overal groot probleem met uitkijksplaatsing en de regering doet helemaal niks van. En je bedoelt het Poolse consulaat kan niets bereiken bij de regering? Ja, dat is vreemd. Waarom? Ja, dat is niet vreemd. Dat is weer die trias politica, die belangenverstrengeling, die machtsverstrengeling, die is er gewoon. Op het moment dat er is een manifestatie geweest voor Paleis Noordeinde, een grote groep ouders, dus in zaken die uithuisplaatsingen en zaken OTS, een bemoeizucht van de staat en concreter door jeugdzorg. En daar is geen media-aandacht aan geweest. En als zoals manifestatie, mensen gaan klachten zetten. Wat kon ik van Nederland zeggen over die situatie? Ja, dat zou ik graag. Ik zou graag maximaal persoonlijk willen spreken. In welke mate Nederlanders en kinderen hier naar de Filistijn worden geholpen in dit land. Door de regering, door de politiek, door de rechterlijke macht, van onze lagere rechtbank. Maar de manier waarop daarmee omgegaan wordt is absurd. En koning van Nederland
eigenlijk geen... Ik heb nog geen uitspraken over jeugdzorg gehoord door Willem-Alexander, nee. Helemaal niet? Nee. Przepraszam. Zmierzaj się ku końcowi powoli. Zamykaj to całą klamrą. Już ja skończyłem. Już aha, okej. Ja, to było ostatnie, bo to już praktycznie wszystkie pytania, to o królu było jednym z ostatnich, tak? Mhm. Jeszcze mam, to sobie poukładasz tam. Tak, ale to robimy zamknięcie w takim razie. Poczekaj, bo ja muszę zobaczyć. Het is trouwens zo dat ik een vriendin heb die een klacht over de politie heeft ingediend, omdat hij niet ontvankelijk werd verklaard, omdat hij in het Engels was opgesteld. Dus het is niet alleen in Pools en in Marokko. Ja, maar ja. Dat, wij gaan ja. Proberen zeg maar, over alle buitenlandse naties zeggen. Niet alleen precies ja. In Polen. Oké, wij hebben in Polen meer informatie voor onze land of mensen zijn over Poolse kinderen, maar wij proberen alleen ook Marokkaan, Turks enzovoort. Maar ik heb nog één vraag, als het goed is, ik moet nog vinden. Ik ben benaderd door enkele documentairemakers. En die hebben een documentaire over een situatie willen maken. Mm. En omdat die dus aan absurd is, te zot voor woorden. Dus, dat ze het niet durven, omdat ze bang zijn dat ze van tevoren al teruggefloten worden door de rechtbank, dat de uitzending niet mag plaatsvinden. Omdat er een dusdanige, politieke invloed, belangstrengeling is, Maar ook waarom koning zegt helemaal niks na, maar nee, manifestatie. Ja, en dat begrijp ik waarom niet bij Nederlandse kranten, zeg maar, die landelijke kranten of zeg maar provinciekranten, dus, niks opgeschreven zijn. De pers is in deze hoedanigheid mogelijk gecensureerd. Omdat de grootste inkomsten van de pers, met name de geschreven pers, die is noodlijdend, zoals u zult weten. De grootste inkomstenbron is de overheid, is op gemeentelijk niveau. Hè? De raad van slagen, wat er in een stad te doen is. Er zijn grote budgetten bij gemeentes om promotie te doen voor het centrum of inderdaad informatieverstrekkingen te doen via de pers. Dus dan is het wie betaalt, wie bepaalt. En als jij inderdaad een commercieel... blad bent, want alles is in concreto bijna commercieel in Nederland, qua pers, qua televisie, dan is het niet wenselijk om een van je adverteerders in discrediet te brengen. Ja, in die hoedanigheid is gewoon de pers gecensureerd in mijn beleving. En ze hadden er wel veel meer aandacht aan besteed, afgezien van in West-Brabant van het zwartboek van Kind en Hoven, waar echt misstanden over jeugdzorg worden geuit. Die boekdelen spreken en wel een beeld geven over wat gewoon de praktijk is, maar net is ook over Nederlands gezin. Oké, en mijn laatste vraag is, wat zijn procedure om te terugkrijgen kinderen, hoe lang duurt dat en heb je gehoord dat mensen terugkrijgen van uitgangsplaatsing? Als je geld hebt, dan krijg je alles voor elkaar. Dus in die zin dat als jij genoeg geld hebt om advocaten te betalen om je kinderen weer terug te krijgen, om tegen de batterijen juristen die jeugdzorg heeft en waarmee ze dus beschikking na beschikking verlengen om maar te kunnen blijven verdienen aan hun walgelijke gangen en praktijken die zij ten uitvoer brengen op dit moment, dan kun je dat winnen. Anders heb je echt een zware kluif, zeker als je ook nog de Nederlandse taal niet machtig bent. Dus, en weet je ongeveer wat zijn de kosten van? Ja, als je op toevoeging moet procederen, dat betekent gewoon, dat je, ongeveer. Ik heb geen idee. Als je, dat is het. Je wordt benadeeld als je geen geld hebt. Kinderen zijn te koop. Kinderen zijn te koop in Nederland. Ja, dus dat wil zeggen dat als jij een ouder bent die geld heeft, of een familie heeft die geld heeft, dan kun jij gewoon je kinderen kopen van jeugdzorg, ook wegkopen bij de andere ouder. En op het moment dat je geld hebt, kun je ze daarmee ook met een goede advocaat uit onder toezichtstelling en uit de uithuisplaatsingssituatie. Want alles is in concreto is te verhelderen, maar er wordt zoveel druk gezet op ouders om maar niet fouten te hoeven erkennen van jeugdzorg, dat ik me schaam om Nederlands te zijn. Dat is, ik hoop dat dat komt meer om de
nie alleen op social media, maar alleen op de, ook in Nederlandse televisie over dit situatie. Ja, ik hoop het ook. Dus alleen zo dat het gedemotiveerd wordt om überhaupt over je uit te laten op Facebook en op andere social media, omdat ze zich dan op hun tenen getrapt hebben. Ik hoop dat dat gaat beginnen reageren, iets mee doet mee, omdat die situatie die gaat, als jij zegt zelf, ja. Geen democratie. Nee. Geen democratie. Geen democratie en gaat, kan kinderen inkopen of verkopen ja. Als je niet te veel geld. Ja. Ken je het Engelse woord voor ambtenaar? Nee. Hoe heet het ook alweer? Een ambtenaar in het Engels? Hij spreekt. Die ga ik even opzoeken. Poczekaj, jest lubikacji. Jedno słowo, ale go nie rozumiem. Ale to już nie, to już kończymy. Aha. Już tam, poczekaj chwilę, wytrzymasz te 3 minuty, dobra? A co mam powiedzieć na końcu? Dziękuję, moim gościem. Dziękuję za uwagę. Moim gościem była pani. Ja się staram nie ruszać, wiesz? No wiem, widzę właśnie, także bardzo dobrze tutaj. Civil servants. Aha. Co? Civil service. Civil servant. Civil servant. Civile servant. Civil servant. In het Engels is een ambtenaar civil servant. Dus eigenlijk een dienaar van het volk. In Nederland zijn civil servants alleen maar dieners van de instelling. In dit geval zowel gemeentelijk niveau als bij jeugdzorg. En ik ben bang ook op hoger niveau. Okay. Het gaat niet om het publiek. Dit gaat over hele regelen, van gemeente tot echt bovenaan. Ja. Als zijn hetzelfde en achter, niet achter mensen, alleen achter... Je kan niet iedereen generaliseren, want er zijn natuurlijk ook goede, maar jeugdzorg is, is crimineel in Nederland. Oké. Okay. Ja. Maakt mensen kapot, het trekt ouders en kinderen uit elkaar en het maakt verwoestende... Echt grote schade aan mensen en kinderen, ja. Momentje. Kończymy, tak? Kończymy. Dobra, to ja mówię po holendersku, tylko do widzenia najpierw jej podziękuj i na koniec powiedz, że naszym gościem była pani drugi i po holendersku. Ale po holendersku czy po polsku? Najpierw jej podziękuj po holendersku, potem powiedz do kamery po polsku. Dziękujemy za uwagę, naszym gościem była pani Rudy. I po jej podziękuj po holendersku i pożegnajcie się ładnie. Moment. Teraz to poczekasz chwilę. Dobrze. W tym momencie, ik moet nou van Pols naar Nederlands nadenken hoe moet beëindigd zijn. Hebben we alles al besproken dan? I don't understand completely. Did we mention all? I think yeah. I have all questions what I want to ask about how many people why the conning don't reagere. I think how many minutes we have? Already we have almost 40 minutes of interview. Yeah. I have all questions before when we speak. I ask it. Only I must finish because I want to say something more, but not on the camera because what the fuck is going on here? What the fuck is going on? It's crazy. But I cannot say this on the camera. But okay, zakończmy to. Nou ja, als je als Nederlander zijnde het vertrouwen in je eigen land verloren bent en in rechtspraak sowieso, hè, want nogmaals, het is niet de bedoeling dat een rechtbank krom recht mag praten, puur alleen dat het uit hoofden van een jeugdzorgmedewerker wordt gedaan. En dat zij gewoon meegaat in alle fabeltjes van een jeugdzorgmedewerker. En daarmee juist ouders in een negatief daglicht mag plaatsen. Dus als situatie zo kan creëren, dat je dus in de klem komt te zitten doordat jeugdzorg er zo'n grote druk op legt. In het beantwoorden van mails, in het moeten doen van onmogelijkheden. Ja, maar waardoor je gewoon dat van, dat kan, mag jij... kan je niet de familie kennen als je bij mij jeugdzorg en wil je dat die mensen kwijt kinderen zijn, dan kan je zelf regelen. In principe. Als je belt naar jeugdzorg ja. En hij heeft kind,
Ja, dan kan je zeggen van ja, kind enzovoort enzovoort. Ja, maar dat is vreemd. Ik begrijp als dat is. Vader, moeder tegen vader of vader tegen moeder. Ja, maar dan nog, dan is het nog de bedoeling dat er kinderen worden geholpen. En niet dat op het moment dat iemand klachten indient, die dan gegrond worden verklaard, dat dan ineens de situatie omgedraaid kan worden. Dus in die hoedanigheid dat je eerst een patroon X moet bewandelen en op het moment dat een van de twee ouders daar niet aan meewerkt, dat er dan ineens patroon Y wordt bewandeld, puur alleen dat er gegrond verklaarde klachten zijn. Ja, en die medewerkers van jeugdzorg zijn als hulp, kan regelen alles. Die hebben geen kinderen, die hebben geen ervaring in kinderen opvoeden, maar die bepalen dan met behulp van gedragswetenschappers, die de kinderen nog nooit hebben gezien, hoe zij moeten reageren, hoe zij moeten bepalen dat een kind uit huis moet worden geplaatst, hoe daar dan mee om te gaan. En achter zichzelf ook boven de wet en boven artsen. Boven alles. Boven alles, ja. Kan de om maar de geld te verdienen. Ja, die gaat alleen als je bent. Naprawdę musimy dobra. Nou is het einde, omdat hij zei dat is klaar. Dank u wel voor vandaag, alle informatie wat ik erbij kreeg van Dag. Bedankt voor de uitnodiging, ja. Ja, en bedankt dat jij komt naar... Deze opnames zijn gemaakt in oktober 2018 te Tilburg. Bedoeld dus voor de Poolse Nationale Televisie, waarvoor de heren geen toestemming kregen wegens corruptie van de staat en de banken. Juni 2018, tevoren, heeft Silke van Puijenbroek mijn kinderen bij mij weggehaald. Silke van Puijenbroek is met haar familie ook verantwoordelijk voor DPG Mediahuis en verantwoordelijk voor de meest geschreven pers in Nederland. Staatspropaganda, nazi-propaganda. Silke is maar op één ding uit geweest, is mij aan detail kapot maken op bestelling van mijn ex-schoonvader en diens familie, zijnde Black Adler. En mijn ex-schoonvader is een rozenkruiser. Je kan het verschil zien met mij toen en nu. Dit is debet aan haar. Reden dat ik 6 jaar onderzoek deed is gewoon omdat ik door vroegere vrienden keihard in de steek werd en wordt gelaten, terwijl mij het meest verschrikkelijk overkwam en nog steeds overkomt. Onafgebroken pogingen tot doodslag, smerig, stiekem, onderuit, vals en tegelijkertijd gemondsnoerd worden. De zieke dan zieke waarheid wist ik te achterhalen. Black nobility naar blijkt. Gay satanisten met een missie. Exit vrouwen, maximaal 500 miljoen van de 7,8 miljard van alle mensen mogen blijven leven. Choose your battles, verdomme. Rabobank, growing a better world together. Yep, zonder ons. Het grint op de bodem van die piramide, tegenover de Rabo in Maalwijk, representatief voor Rabo's staatsaanpak, staat voor onze dood. Ons graf middels grafenoxide. Het ijzerwerk voor de Iron Man en slavernij. Wij terug tot steen. Alleen de top, de dichte punt, blijft. De bovenste binnen de tralies, vrijmetselaars, loges en ambtenaren, maken de onderste kapot voordat zij, net als de rest, eraan gaan.
you, Michael Sparks, for this perfect video. I translated it in Dutch. Wednesday, the 12th of January 2022. They want me to die because I found out every single lie. Self-proclaimed first class terrorizes second class human race, violating all human rights, being pure disgrace. I am Trudy, the ex-wife of an Ashkenazim Zionist royal banker's son, Ed Splinter. His Highness himself wanted me just as being his slave. His father, Nick, facilitated him and forced him to do so for 26 years now. Me, I was conceived to be a mere womb. I ought to be only a nurse, a slave and a mascot, besides giving birth to our three children. In Holland, the city of Waalwijk, one can legally torture in name of black nobility. Being assisted by the Rabobank, the whole parliament, the court-fixing Roman court, the city of Waalwijk in the former Silver Duchess estate in the south of the Netherlands. So the king, my ex, and especially his dad Nick, who was the CEO of the local Rabobank de Langstraat, and his Rosicrucian friends, considering themselves first-class citizens, affecting graduation most evil, example given, Peter Konijnenburg, literally Peter Rabbit Hole, can easily let commit every single crime, violating all my human rights and steal everything from me, including my home and three children, on order. They stole my right to life, withholding both civil and human rights. The court-fixing Roman court in Breda and 's-Hertogenbosch follow all bankers' orders due to original Masonic blood brother nobility. In kinship with the Black Adler coat of arms in the city of Waalwijk, all concerning Brabant in the Holy Roman Empire estate. The city I lived in for 22 years, where I, besides being a mom, was a media professional at a radio station, a fancy restaurant entrepreneur. At the same time giving support to my ex-husband's business in VIP hospitality and exclusive cars. I set out all rally routes for old-timers, off-roads and supercars. Wrote his recruitment campaigns, screw his columns and promo mills. Being a perfect hostess at his raising events. Besides being a perfect mother, I also used to be a politician of the Dutch Labour Party, PVDA. Now I know almost all our politicians are liars, just like my ex, his father and their Masonic family, friends and relatives. Suddenly I was no longer allowed to stand up for women's and children's rights. They just expected me to accept, and I had to accept, I was tortured by the Dutch youth care mob. I did not. I fought for equal rights for everyone all my life. I cannot stand cruelty nor creeps lying and cheating, disadvantaging people. And certainly not that they harmed my own three children. They forced me to leave politics, March 2018. Again, bankers' influences, businessmen and statesmen. By now, I know all being Freemasons in charge. Friends of Rabobank and my ex-father-in-law. Men on a mission to destabilize the country in order of New World Order, leaving all women behind. Because they're after our children, claiming sole rights to life. Eliminating humanity, having played the clown all their lives, Satan worshippers. They robbed my home, including from my three children and even parental authority, through corruption and court fixing, by unimaginably lying, violence, continuous terror against me. They stole my income, my belongings, my pets. They frustrated opportunities to do business. They stole my personal things, my files and data. They frustrated my political future, my privacy by recording me, my relationship by threatening every single friend or relative through ruining them or threatening to do so. They made an already promised job impossible. To top it off, January 2019, they withheld one of my friends from already committed trade in Tilburg and Waalwijk and closed his business current account. One of my friends from my student days in Nijmegen, Daniel Frankenhuis, who wanted to help me, paying my lawyer, Yves Lasseroot, after 23 lawsuits, not being able to fight for my rights to survive any longer. And 2019, Dutch nobility withheld former Marine officer and friend
Max van Lies out from already promised tenders to the Dutch state, according Justice and the Rabobank. They, I know by now, Satanists, just couldn't and won't stop bullying, harassing, robbing, committing perjury, crimes of office, multiple attempted manslaughter aside from the secret, subcutaneous homicides, by denying a mother from being together and any contact with her three children on the basis of organized banking state crime, continuously paying off judges and lawyers and forcing them to disadvantage me, they just proceed court fixing. Besides drilling me out of my home on the 1st of February 2021, putting me in the freezing cold on the streets with no means to survive, afterwards robbing my household effects, they sent in Satan's clowns, controlled opposition. Now the number of these evil fascist assassins is 43 satanic idiots to mislead me, steal from me, take away all my life energy and to put me through hell even further. Since last October, my predators even deprived my mother of her self-determination. Again, the Rabobank, income and personal care. While I'm in notarial power of attorney, they just neglect every human right, every civil right, and also my mother's official advantage director. I know they want to kill us both, and again, want to let me starve. All this abuse of power and criminality, the worst I did not mention yet, is under leadership of Zionists in the local Rotary and the Rabobank, the Dutch National Nazi Mafia, supported by Rosicrucians and Lower Freemasons. I was forced to take care of my three children on my own because of mental illness and extreme behavior of the father of my three children. About us committed 192 criminal offenses against my children and me. My reports were refused by the local mayor, head of the local police, Noel Kleingeld, literally Noel Moneypenny, who was in the same political movement, Partij van de Arbeid, PVDA, as me, the same tennis club, the Mattenkloppers. Furthermore, neighbors in the back, and he was and is fully aware on absurd corruption and human rights violations against me. March 24th, 2016. Child Protective Services forced me to raise my three children alone. Unpredictable extreme behavior of my ex-husband was mentioned as the reason. My ex-father-in-law and his Masonic friends, however, deem my motherhood and my human beings undesirable. If you divorce a king's son, you lose all rights to life. So they, the local coat of arms, managed another Nazi child to rob my kids. Silke van Puijenbroek, from the family who serves you most Dutch Nazi propaganda, DPG Mediahuis. Papers, radio, digital media. Reason of my goal to defensively survive. I learned my children good over evil. Me, Trudy Verstegen, as being their mom, only taught them to be a good thrill. They won't ever become Nazi fascists. I didn't nor won't allow them to be narcissists. Neither will I ever respect and accept being a slave, either forced by kings, bankers, Jesuits. It's medieval. They are abused, spoiled rotten toddlers, misbehaving. They just have to quit sick games and behave. I fight for my children and my life, for all children. Love, instead of war, has to be their destiny. Trudy Verstegen, Mama vs. Mafia. P.S. Being separated from your children based on lies and court fixing by Nazis is the closest thing to hell one can imagine. Next to this, having to face former friends supporting gay Satanists, all busy on war crime, planning to kill us all, who just neglect your cry for help and just let you and your kids get trampled. At the same time being robbed from literally everything and all possibilities to stay alive, let alone able to be recovered. Besides the stress of the thought my kids follow complete idiots in vaccination crimes and their future in fascist satanic communism is harder than hell. I really lost my trust in people. If you do care about humanity and just like I do are ready to fight for our children's lives and freedom, I'd like to speak to you or meet you. The only way to create future for our children is to stop the evil satanic spell. I did research during 6 years now and have a complete story to tell. And I'd like to do it well. Thank you.